moet u eerlijk bekennen dat het als Kamerlid toch wat vreemd aanvoelt om oog in oog te staan met de man die vaak genoemd wordt de belichaming van die zo rotte Haagse bestuurscultuur. Want het was premier Rutte die verantwoordelijk is voor de toeslagen, misdaad, die leugens keer op keer afdoet als vergeetachtigheid, die het parlement informeren vaak slechts ziet als een vervelende bijkomstigheid. De heer Rutte heeft gewoon een deplorabel track record als het gaat om besturen in een parlementaire democratie. En na Omtzigtgate, toen de heer Rutte voor de zoveelste keer werd betrapt op een leugen, was hij zo vol van goede voornemens. Hij zou verbeteren en die bestuurscultuur, die zou verbeteren. Maar in de praktijk lijken die woorden helaas weinig waard. En buiten de benoeming van staatssecretarissen vanuit deze Kamer, waar we zo op komen, liet deze premier een VVD en een D66 bewindspersoon met al hun voorkennis overlopen naar het grote geld als lobbyist. Lekker graaien met dank aan je kabinetspositie. Dat is de schijn bij heel veel mensen. Hoe maakt u hiermee nou uw belofte van die bestuurscultuur, die nieuwe bestuurscultuur, waar als bewindslieden gewoon naar een bedrijf overlopen waar ze bij hun oude departement een direct belang bij hebben, een subsidierelatie en een inhoudelijk belang? Is dat nou die nieuwe bestuurscultuur? Mijn oprechte vraag aan de premier. Maar daar blijft het niet bij. Deze premier lapte dus ook erg gemakkelijk de scheiding der machten aan zijn laars door Kamerleden voor te dragen voor benoeming in het kabinet. En voorzitter, wat denk betreft zijn Kamerleden er om de regering te controleren en is dat onverenigbaar met een kabinetspositie. Wij interpreteren artikel 57 van de grondwet dus op de strikte wijze. En dat baseren wij op de toelichting die het kreeg in 1938. En je kan ook gewoon als Kamerlid niet jezelf controleren. En je kan als bewindspersoon ook niet voldoende tijd in het Kamerlidmaatschap steken om dat serieus te nemen. Kamerleden in de Kamer die geen tijd hebben om Kamerlid te zijn, die beschadigen uiteindelijk de Kamer. Dus Denk vindt dat wij als Kamer dan ook heel duidelijk moeten uitspreken dat wij gaan voor die strikte interpretatie van artikel 57 van die grondwet. En daarmee ook, zoals in 1938 beoogd, alleen een uitzondering van al zittende kabinetsleden die na de verkiezing demissionair zijn. Waarom worden bewindspersonen op voordracht van de ministerraad benoemd door de kroon? En waarom stemmen wij daar als parlement niet over? Waarom beslissen wij als hoogste orgaan van Nederland niet uiteindelijk wie er voorgedragen wordt voor bewindspersoon en wie niet, na een open en transparant debat? Dank u wel.